Zoeten. Het varken heeft 4 voeten, 4 voeten en een staart. Is dat dan geen centje waard? Het is vandaag 31 december 2020, de laatste dag van het jaar. En dat is altijd een moment om eens even na te denken over wat er allemaal achter de rug is en wat er in het verleden was. En juist in het verleden. We hebben ooit in het blad van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw een column geschreven die handelde over oud en nieuw, de jaarwisseling. En dan vooral de jaarwisseling zoals we die in familieverband destijds vierden. Kwamen we allemaal bij elkaar op de boerderij van mijn moeders ouders. En dan zaten we daar en praten over koetjes en kalfjes en over wat er in het jaar al was gebeurd. En onderwijl hielden we nauwkeurig en scherp in de gaten de wijzers van de pendule die daar op de schoorsteen stond. Echt zo'n ouderwetse pendule, u kent het wel. En er werd een flink borreltje gedronken en in die tijd werd er ook nog stevig gerookt. Grote sigaren van mijn vader en zijn broer en zijn zwagers en de vrouwen dronken een citroentje of een bessie en nevertje. Het was gewoon echt gezellig. En dan tegen 12, dan konden we niet wachten tot die pendule 12 slagen sloeg. En dan kreeg je het hoor, dan stonden we allemaal op. En dan gingen we elkaar omhelzen en een goed nieuwjaar toewensen. En dan werd de zakdoeken gepakt, want daar viel nogal eens een traantje bij. En ja, dat duurde dan even. Dat duurde meestal zo'n minuut of 5 of 10, eer iedereen de ronde had gedaan en de een de ander een gelukkig nieuwjaar had toegewenst. En dan gingen we weer over tot het alles waar we mee bezig waren geweest. We dronken nog een borreltje, we bleven nog even zitten en we maakten ondertussen al voorzichtig aanstalten om naar huis te gaan. Was altijd een mooie gelegenheid. We hebben er toen destijds wat foto's van. Ja, die laten dan, die geven dan toch een zeker beeld van hoe dat in familiekring werd gevierd. Dit jaar zal het allemaal wel een beetje anders worden. Dat weten we, 2020, het jaar van de corona. Maar goed, we hebben die column geschreven. Hij is er nog steeds. En daarom geven we hem in een podcast deze keer een nieuw leven. Dank u wel. Van Ervenakker, nieuwjaar. Zo, we moeten er even van op adem komen. Het heeft heel wat moeite gekost voordat we van onder de nieuwjaarskaartjes, de oliebollen en al die welgemeende wensen konden wegkruipen. Maar hier zijn we dan, mensen, in een nieuw jaar met dezelfde verlangens en dezelfde wensen. Het is allemaal weer zijn oude gangetje gegaan, een verzamelde familiekring die met slinkse blikken de pendule in de gaten hield en onderwijl koffie dronk, taartjes peuzelde en drank verdronk. Schalen vol oliebollen, krenten erdoor gebakken, witte suiker eroverheen gestrooid en het hele huis was doortrokken met de vettige geur van de Hollandse lekkernij, de oliebol. Eindelijk hadden wij ons door de eigen gebakken oliebollen heen gewerkt en vergenoegd nipten wij van een glas goede wijn toen tante Kaatje opstond. Met haar zwart gekousde benen schreed zij met een mysterieuze glimlach om haar mond naar de gang. Met haar zwart karbies kwam ze terug en haalde daar triomfantelijk enkele zakken oliebollen uit. Ach, tante, wat lief van je, zei ons moeder, want zij kent haar fatsoen. Maar ook daar hebben wij ons weer doorheen weten te werken, zei het met tegenzin. Onderwijl was de klok dicht naar 12 gegleden. Grootvader kreeg reeds een rode neus, terwijl tante Koosje haar zijden zakdoekje opzocht om door de zilte emotionele tranen in op te vangen. Daar was hij dan, het uur der uren. De pendule sloeg onverstoord haar 12 slagen. Men rees uit de stoelen, greep elkaars hand en men begon een nummertje pompen weg te geven. De vrouwen in het gezelschap omarmden de mannen en de geluiden die zich in de kamer verspreidden gaven te denken. Smak, smak, smak. Er klonk een hevig gesnuif van neuzen en menig oog zwom in tranen, maar ook klonk er een vreselijk geflok. Onbeschaamd, een beetje ontroerd, wat gegeneerd, veegden wij de natte zoenen van onze tantes van de kaken. Iedereen was weer gezeten en allen spraken de wens uit dat het een voorspoedig nieuw jaar zou worden. Dat was nog lang en dat we het allemaal nog lang mogen lusten, zei grootvader, en goot een glaasje Schiedams water
in een bodemloze put. Wij volgden het voorbeeld van de bejaarde garde, zodat de eerste kiemen van het nieuwe jaar zeker voor verdroging waren behoed. Zo, en dat zat er gelukkig weer op. De sfeer van ontroering en ontmoeting maakte plaats voor echte Brabantse leut. De andere dag zijn wij van onze grootvader, de andere grootvader die er niet bij was, nieuwjaar gaan wensen. Hij is reeds 88 en nadat we een tijdje over het wel en wee van de boerderij hadden gepraat, over het weer en nog eens over het weer, kwam het grote moment. Gewoontegetrouw koopt grootvader ieder jaar een liter oprechte Franse cognac. Met een bons zette hij de fles op tafel, plaatste de kristallen roemers ernaast, waarna hij bijna plechtig inschonk, zonder beven. Is dit niet een groot generaal geweest, zou men zeggen? Indien niemand groot in iedereen die grootvader zag, een enorme grijze snor, bijna wit, woont al bijna heel zijn leven onder grootvaders neus. Zijn spierwitte haren zijn dun geworden, maar liggen toch nog fief onder zijn kruin. Maar hij is boer, geboren als boer, en hij zal sterven als boer. Santé, zei grootvader, want dat zei hij altijd, santé. Wij roemden de roemer met inhoud en dronken het leeg. Zo kunnen wij doorgaan tot de laatste druppel uit de fles is gewrongen. Grootvader, is het leven hard gegaan, vroegen wij hem. Het was een flits, zei hij, het is alsof ik gisteren nog 20 was. Heb je spijt van het leven? Spijt, hij schoot in de lach. Wie spijt van zijn leven heeft, is een diep ongelukkig mens, zei hij. Zou je het opnieuw willen doen? Wie zegt van niet, is ik niet zo, zei hij. Ben je van plan nog lang te blijven? Ja, als God me de jaren schenkt, wil ik er wel 100 bij doen, want het leven is mooi. We schudden hem de knuist en gingen naar de stal om de koeien te voeren. Bij de deur riep hij ons nog even terug en zei, hey, profiteer van je leven, kerel, want je hebt er hier op aarde maar één. Leef niet als een goedlopende machine die wanneer hij maar op tijd wordt gesmeerd tot ieders tevredenheid werkt. Maar leef als mens. Geniet van elke dag die je krijgt. Wees vrolijk, want er zullen zeker dagen komen dat alleen smart maar op je deur klopt. We geloofden er eigenlijk niks van. Dit jaar hebben wij ons nog geen enkel goed voornemen gesteld. Niet omdat wij dat niet nodig hebben, maar gewoon omdat we er veel te zwak voor zijn om die voornemens ook na te komen. Het is als nieuwe schoenen. In het begin mag er geen spatje opkomen en wordt iedere plas vermeden, maar ach, later. Dan is wat schoensmeren en een borstel veel gemakkelijker om die kleine foutjes weg te wissen. Zo is het met al die goede voornemens zonder enige waarde. Maar is er misschien iemand onder u allen die ze wel kan houden? Wel, schrijf dan naar de regering en zeker zal men een standbeeld op het Binnenhof voor u oprichten. Het zal er zwart lopen van de mensen die dit wonder willen zien, want politici, ja, die houden zich nooit aan hun woord. Gij zijt dan een curiositeit, een wezen dat eigenlijk hier niet thuis hoort. Bij het begin van dit jaar wens ik u allen een goede gezondheid, anders wens ik u verder niets. Wij vinden gezondheid het allervoornaamste en, oh ja, toch, wij hopen dat ge veel mooi weer moogt hebben. Dan hebben wij het ook. Dank u wel, schrijf Kouter. Nieuwjaar gezoeten, 't varken heeft 4 voeten, 4 voeten en een staart, is dat dan geen centje waard?